Nou, het is prachtig weer hier in Delft, Westerpop. En ze hebben net opgetreden. Leoparte! Hallo! Hey. Hey. Een beetje enthousiast. Leoparte! Ja. Hebben ze ook gehad bij het publiek? Want er waren er drie mensen die applaudisseerden volgens mij. Of, Ja, maar het was wel gezellig. Het was wel gezellig. Het was zeker gezellig. Nee, ik zag jou redden, joh. Het is echt ongelooflijk. Wat een conditie heb jij. Ik ben wel kapot nu, moet ik zeggen. Ja goed, die EP is natuurlijk in maart uitgekomen. Hoe zijn de reacties? Positief, ja. Ja, toch een stuk. Je bereikt een stuk meer mensen mee dan we van tevoren hadden gedacht, denk ik. Het is gewoon zo'n grote release, trek je gewoon de aandacht mee en dat merken we heel erg. Er komen van allerlei kanten weer mensen zeggen, hey, kun je bij ons optreden, want we hoorden jullie EP. Dus dat is het positiefste effect dat we ervan ervaren hebben, ja. Ja. En de Peter Tetterouw bokaal, hoe was dat in 2016 toen je het won? Ja, nou ja, ik was er zelf toen niet bij, ik zat in Australië, dus okay. We hadden toen in ieder geval... Was het een lookalike of was het... Nee, was een vrouw of... Nee, het was wel een man, maar die was... Ja, die had niet zoveel haar als ik. Hoe zou je muziek kunnen omschrijven? Zo, dat is altijd een lastige, maar ik denk dat je het best... Het is gewoon een beetje ska-pop met heel veel invloed, de wereld invloed, Latin een beetje, soms een beetje afrobeat. Het is eigenlijk van alles. Basis toch wel, denk ik, pop en ska, zou ik zeggen. Ja. Ja. Zou je toch zeggen dat jullie naar het buitenland gaan binnenkort? Ja, ja, we zijn in mei voor 3 showtjes naar Duitsland geweest. Okay. Maar dat gaan er zeker meer worden, ja. Dat is wel de bedoeling. Had er iets op een planning of zo binnenkort? Voorlopig even niet. Ik denk dat we wel dit jaar nog misschien naar België zouden kunnen gaan. Dat, tenminste, dat is wel het plan. Ja.